Niet iedereen kan wereldkampioen worden, maar iedereen kan een hogere staat van zichzelf bereiken. Zolang de energie goed stroomt in mij, dat ik al mijn ja, passies en dromen laat uitkomen, kan ik nog meer waardevol zijn voor andere mensen, omdat ik in lijn leek met wie ik ben. Ieder is de maker van zijn eigen leven en ga niet lopen zeuren daarna dat andere mensen het beter hebben gedaan. Nee, ja, die hebben gewoon harder gewerkt. Welkom bij de podcast Hoogvliegers. Mijn naam is Thierry Stokkink, ondernemer en investeerder. En naast mij zit uh, Wiebra van Haga. Welkom. Ja, nou, dankjewel Thierry. En wij hebben al uh, wel vaker uh, interviews uh, gedaan en dit is nu de, de tweede of de derde keer. Nou, ook op het uh, vastgoedcongres. Ja, precies. Uh, ja, ja. Hadden we hem ook. Um, kun jij jezelf uh, voorstellen voor degene die jou nog niet kennen of jou nog beter willen leren kennen? Waar, waar moet ik beginnen? Bij mijn geboorte of? Uh... Uh, nou, alles wat gezond is qua de luisteraars. Dat is een goede vraag hoor. De luisteraars zijn over het algemeen mannen. Mannen ja. van mijn leeftijd. Dus, dus uh, nou, tussen de 30, 40 jaar. Dat hebben we al gezien op de YouTube. Uh, ben je nog zo jong? Ik ben 39. Ja, ja, kijk nou, dat scheelt. <laughs> uh, vaak ondernemer. Ja. Qua kernwaarden, uh, uh, vrijheid hoog uh, hebben zitten. Ja. De meesten hebben de autoriteitsbelangen. Uh, oh, nee. je, je van mij die ja. Maar het is wel zo. Ja. Uh, je ziet veel, veel uh, die uh, uh, iets met uh, sporten hebben, persoonlijke ontwikkeling, ja. ondernemen, investeren. Ja, Eigenlijk uh, mensen zoals wij heb ik al gemerkt. Ja. En dat is dus een van de redenen waarom ik jou dus heb uitgenodigd. Ja. Nou ja, heel kort. Ik ben geboren in Den Haag in 1967. Um, ik denk dat ik een aangeboren autoriteitsprobleem heb. Precies. Ja, dat zat er heel vroeg in. Dat had problemen met ouders, uh, leraren. Ik, ik, uh, ik, zat op het, uh, ik heb gymnasium gedaan in Haarlem. Um, daarna ben ik gaan studeren in, in Delft, elektrotechniek. Um, toen ben ik in dienst gegaan. Uh, een hele mooie tijd, KCT, uh, Roosendaal. Um, daarna ben ik bij Shell gaan werken. Eerst een uh, aantal jaren in Gabon als drilling engineer. Daarna in uh, Schotland op de Brent Charlie. Uh, hè, dus op zee en daarna nog uh, bijna vier jaar in Oman, uh, ja, Dan zit je in de woestijn, dus ik heb zeg maar uh, jungle, zee, woestijn gehad, altijd met mijn poot in de modder gestaan. en daarna ben ik gaan ondernemen en uh, verschillende ondernemingen gedaan, uh, verschillende richtingen, be bezorg, IT, vastgoed natuurlijk, zonnepanelen, uh, met wisselend succes. Uh, maar uiteindelijk ben ik een uh, gelukkig mens. ik wil altijd veel gesport. Uh, veel tennis veel getaekwondo'd, uh, vroeger judo'd, uh, uh, ja, vanochtend gespielerd. Uh, als oude lul kan ik dat nog uh, doen. Hè? Dat is een van de sporten die, die je heel lang kan doen tot op al leeftijd. En uh, in 2010, <coughs> uit uh, grote frustratie met de overheid, de, de gemeenteraad in Haarlem ingegaan voor de VVD. Um, nou, dat heb ik twee periodes gedaan en toen kwam ik in de Tweede Kamer voor de VVD. Nou ja, volgens mij heb ik dat anderhalf jaar volgehouden en toen waren ze me genoeg. Want een echte vrijheidsstrijder heeft niks meer te zoeken bij de VVD. En als je ondernemer bent dan ook al niet. Dus toen ben ik eruit gelazerd. En uiteindelijk uh, ben, ben ik daar heel erg gelukkig mee. Uh, de VVD is verder een prima partij hoor. En, uh, maar ik was nooit zelf weggegaan. En ik, ik heb zoveel vrijheid teruggekregen doordat ik eruit ben gegooid. Ik ben een tijdje alleen geweest in de Kamer. Korte periode van vijf maanden aangesloten bij Forum. En, en inmiddels alweer, nou, wat zal het zijn? Uh, anderhalf jaar mijn eigen partij, Belang van Nederland, de BVNL. En we hebben, we hebben 7000 leden nu. En we, ja, we, wij zijn de vrijheidspartij, hè, maar echte vrijheid, individuele vrijheid. Vrijheid van ondernemen, vrijheid om, om te kunnen aspireren, om, om de, de sterren te willen plukken, de hemel te kunnen bestormen. Het mag best wel af en toe falen. Uh, Kleine overheid, de overheid mag niet over jou gaan. Jij gaat over jouw lichaam, jouw carrière, jouw huwelijk, jouw kinderen. En, 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 en dat is denk ik de essentie van, van BVNL. En ook mijn essentie. En ik, ik blijf daarvoor vechten. En ik, uh, en ik vind het ook interessant om te zien dat we ook niet veel concurrentie hebben op dat gebied van andere partijen. Want iedereen zegt wel dat ze voor vrijheid zijn, maar het is altijd gelimiteerd en altijd gecontroleerd en altijd. Dus die absolute vrijheid. Ik denk bijna tegen het libertarisme aan. Uh, ja, ik, ik vind dat mooi en uh, ik merk ook dat heel veel ondernemers, als je wat doorvraagt, dat ze daar ook, ook heel erg blij mee zijn. Uh, zeker na de coronatijd, waarbij je echt een schisma in de samenleving hebt gezien van mensen die het collectief belangrijk vinden, die alles samen willen doen, samen gezellig een mondkapje opdoen, samen om uh, uh, um negen uur binnen blijven omdat de staat het zegt en dat ze als collectief. En de anderen die, die daar totaal niks mee hadden. Dus die zeiden, jongens, kom op, ik bepaal zelf of ik een mondkapje krijg. Ik vertrouw mijn lichaam, laat me maar lekker corona krijgen. Dat is goed voor mijn immuunsysteem. En, en uh, ik, ik bepaal zelf of mijn kind uh, gevaccineerd wordt. En, uh, en dat schisma, ja, dat, dat loopt door. En dat gaat in andere psychoses over. En, uh, nou, ja, Ik denk dat het kort samengevat mijn leven is. Ja, ja mooi. We hadden net een uh, gesprek, we gingen lunchen met, uh, met Alistair, die ook in de podcast uh, zit. In alle vragen die hij uh, stelde, die mijn zoon stelde, mm -hmm. en die ik stelde, uh, of zijn partner Sofie, dat waren allemaal goede vragen ja, waarvan ik zoiets had van: shit, uh, nu, nu had ik ze het liefst op de podcast uh, gewild. En mijn podcast, ik bereid nul voor. Je bedoelt Tijd, tijdens het gesprek. Ja, ja precies. Ja. Maar ja, aan de andere kant ben je zo lekker vrij aan het praten. En, ja. en op camera ja, denk je toch, nou, uh, misschien is dit niet voor iedereen uh, uh, bestemd. Dus ik let wat op mijn woorden. Maar het liefst had ik daar een camera bij, uh, bij gaan. want het waren gewoon perfecte vragen. Dus, dus ik ga die vragen herhalen. En ik hoop dat jij er ook nog een aantal weet. Want dit waren gewoon ja, essentiële vragen die super waardevol zijn voor onze uitnemstrijd. Uh, het mooie van Alistair vond ik dat hij vanuit zijn achtergrond natuurlijk als wereldkampioen. En uh, dat, dat hij zo bezig is met ons bewustzijn. Dat je je eigen bewustzijn moet verhogen en dan allerlei dingen kan. Hè, en, en inderdaad, een beter geheugen hebt en een beter lichaam en een betere geest en stabieler wordt. En, uh, en dat en dat, dat je dat ook gewoon wat ieder mens dat kan bereiken. Ja. Ja, natuurlijk, niet iedereen kan wereldkampioen worden, maar iedereen kan een hogere staat van zichzelf bereiken. En het contrast met uh, door de overheid uh, gepropageerde middelmatigheid is, 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 is zo groot. En het is zo leuk om dan mensen tegen te komen die ook, ook dat soort vrijheid uh, willen hebben. En er ook hard voor werken en het ook nog bereiken. Ja, ja de. Uh, maar Tibor die zei, en die coachte mij, Tibor Olgers. En die zei wel, Thierry, uh, kijk uit dat je niet doorslaat in, in uh, je zoek naar persoonlijke ontwikkeling. Dat je, dat je gewoon verslaafd wordt aan persoonlijke ontwikkeling. Want je wilt alles maar verbeteren. Niets is goed genoeg. Dat je jezelf de, de vraag stelt, ja, wanneer is het goed genoeg? En ik uh, kan me voorstellen bijvoorbeeld, daar kunnen we een mooi voorbeeld van pakken. Jij als vader, uh, je bent heel eager. Ik ben ook heel eager. En opeens um, ja, heb je te maken met kleine jijs. Uh, die de helft uh, voor jou zijn, of uh, ja, door jou zijn gemaakt de helft de, uh, dezelfde DNA. En ja. uh, je ziet heel veel in jezelf in. Hoe ga je met jouw kinderen bijvoorbeeld om in, in zo'n ja, bepaald schoolsysteem um, waar je al moeite mee hebt, met het autoriteitsprobleem die wij allebei hebben? Uh, uh, ja, en, en de kinderen die, die zeggen van, oh, ja, uh, ik wil, wil erkenning bij papa hebben, hoe ga je ermee om? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die je meegeeft aan een kind dat, dat het kind uiteindelijk zelfvertrouwen moet hebben. Ja, en, en het maakt niet uit of het goed gaat of slecht, maar het ergste is als je kind onzeker is. Dus je moet zelfvertrouwen proberen te, te ontwikkelen. Um, en een ander punt wat ik belangrijk vind is dat, en dat heeft wel met elkaar te maken, is dat je probeert om niet middelmatig te zijn. Want als je bijzonder bent en je voelt jezelf bijzonder, en iedereen is natuurlijk bijzonder, maar ja, dat moet je dan wel even realiseren. Als je bijzonder bent, niet middelmatig dus, dan krijg je ook meer zelfvertrouwen. En dan wordt het ook veel makkelijker om jezelf te, te zien in een, in, een, in een grote wereld eh, met, met 7 miljard mensen. Ik bedoel, als je de, de getallen, het getalsmatig bekijkt, dan zijn we natuurlijk totaal onbelangrijk. Maar op individueel niveau kunnen we heel erg bijzonder zijn. En ik denk dat dat belangrijk is om ook aan jouw kinderen te geven. Nou, je, je, ik doe dat overduidelijk ook. Hè. Je, je zorgt dat een kind zich bijzonder voelt. En dan krijgt hij zelfvertrouwen van. En het en maakt dan, vind ik ook niet, zo, niet eens zoveel uit... waarin iemand bijzonder is. De een kan beter zingen, de ander kan beter dansen. De ander is heel goed in wiskunde of schaken. Boeit niet. Maar, maar heb één ding waar je, waardoor je bijzonder bent. En daarnaast moet je natuurlijk gedisciplineerd zijn... en ambitieus en uh, de hele riedel. Dus ik ben ook een ouderwetse vader... die waarschijnlijk ook af en toe wat druk heeft op, uh, opgelegd. Maar... Ik hoop dat mijn kinderen uiteindelijk uh, terug kunnen kijken op iets leuks. Ja, ja. Afgelopen weekend uh, had ik een uh, seminar bijgewoond en dat ging over persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Dat was bij Michael Pilarczyk en dat was met 2200 man. Nou, de meeste mensen zullen zeggen van uh, hij is een of andere guru en hij is persoonlijke ontwikkelingswereldje uh, een beetje aan het uitknijpen. Dat is voor de, voor de kritische mensen. die ja. uh, gaan er van alles van vinden. Ik zag uh, de mensen waar hij interventies mee had, die hadden uh, vaak een vraag, die hadden vaak een probleem. Nu wilden verder geholpen worden. En je zag twee patronen die ik elke keer herkende, en dat was: het waren over het algemeen mensen met een laag uh, zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, wat ja. een lager zelfbewustzijn en matig in communicatieve vaardigheden. Dat zag je constant terugkomen. En hij stond op een podium en hij, hij zei: Van nou, de patronen tot succes. Of je nou wereldkampioen kickboxer bent, of, of uh, uh, groot ondernemer. De, de principes van succes zijn over het algemeen dat je ziet bij mensen dat ze een hoog zelfvertrouwen hebben. En dat ze een hoog uh, zelfreflectievermogen hebben, hoog bewustzijn. Dat ze communicatief heel vaardig zijn in netwerken, bijvoorbeeld. Zorgen dat ze in een uh, steeds mooier netwerk komen om, om van te leren. Uh, dat ze zeer kritisch uh, zijn naar zichzelf om te kijken van waar 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 nou, verbeterpunten. Um, ja, en al die patronen tot succes, ja, die zag je dus niet bij de mensen, bij de meesten niet. Die dus vroegen van, joh wil je mij helpen? Je zag ook echt de hele tijd van, ja maar wat is nu je vraag? Nee, wat is nu je vraag? Oftewel, communicatief niet goed vaardig. Want uh, dat leer ik mijn kinderen nu ook. Leer niet de feiten. Sommige feiten zijn wel belangrijk in je leven. Maar leer over het algemeen goed luisteren en zeer goede vragen stellen. Mm -hmm. En nu, nu um, ja, we hadden het over de, de grijze massa. Hè? De grijze massa, inderdaad. Uh, je wil erbij horen. Want vroeger weet je bijvoorbeeld, een gepest. Uh, uh, maar de, hier in het systeem in Nederland is het heel erg van. Uh, ja, we doen het allemaal samen. Je wil erbij horen. Uh, krijg je ook misschien wat zelfvertrouwen uh, van. Als je maar niet te veel zelfvertrouwen hebt, want dan word je weer arrogant. Dat is een he hele rare vorm van zelfvertrouwen. Hè? Als je moet opgaan in de massa. Ja, ik vind, dat, ik, ik, ik vind dat echt een soort B-categorie uh, zelfvertrouwen. Dat ja. is, uh, iedereen is even slecht. Het is even rot voor iedereen. Iedereen heeft een rukleven. Nou, en dan kan je naar elkaar kijken van vol, maar hebben we hebben toch allemaal precies hetzelfde. Lekker geniveleerd. Terwijl, ja, kijk, mijn, mijn moeder is Engels. En in die Anglo-Saxische landen heb je veel meer een, een systeem van, nou, dat je, dat je trots bent op. Iemand die iets bereikt. Dus je uh, applaus geeft aan iemand die door hard werken en ambitie... Uh, ja, weet ik wat, miljonair wordt of uh, topsporter... Of uh, hoog, een hoge positie bekleed in het bedrijfsleven of in het leger... Of een supergoede dokter is of een leuke advocaat of een goede... Nou, het maakt niet uit, hè. Maar als iemand exceleert, dan krijg je applaus. Maar in Nederland zitten we in een soort... Uh, soort in een soort... Socialistisch, collectivistisch, neomarxistisch drama, waarbij het even middelmatig moet zijn voor iedereen. Ja. En dat is, nou ja, voor vrije jongens zoals jij en ik, is dat, is dat de hel op aarde? Dat willen we niet. We willen, we willen dat iedereen een goede kans heeft. En, ja. en door ambitie, door discipline uh, iets bereikt. En dat je dan niet. In een soort jaloers systeem terechtkomt. Waar mensen heel afgunstig naar je kijken. Ze Nou ja. Je hebt nu 30 jaar heel hard gewerkt. Je hebt al de dingen voor Je hebt sober geleefd. Je hebt hard getraind. Je bedrijf opgezet. Uh, panden gekocht. Uh, risico's genomen. En dat. Dus dan zeg je ja. Na 30 jaar gaan we de poeder weer heel herverdelen. Want het is zo zielig voor diegene die op de bank heeft zitten Netflixen. Ja. ja daar ben ik dan niet van. Ja. Uh, het, uh, de, de, de hypnose waar je in, in blijft houden. Uh, Constant. Uh, die wordt er ingetrokken. Is. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn familieleden, ik heb uh, een hele hechte familie. Uh, allemaal verschillende uh, banen hebben de meesten. En een van de vragen die ik uh, kreeg van een kritisch familielid die van mij houdt en ik uh, van, van hun, uh, was, uh, Thierry, hoeveel heeft het helikopterbrevet nou uh, gekost? Dus, dus ik zei, uh, ja, bescheiden, ja, en, ja hou rekening met een auto dat het wel kost. Uh, ja, maar wat voor auto dan? En normaal gesproken, ik ben heel transparant ook in de podcast over mijn financiën. Vertel van alles. Dus ik dacht, ik ga, ga joh, heel bestrijden. Ja, een auto, ik laat, laat me in het midden hoeveel het dan is. En ze bleef doorvragen. Ja, wat voor auto dan? Een nieuwe auto. Ik zeg, uh, nou, hou maar rekening met uh, iets van 70.000 euro. Dus dat is heel veel, veel geld. Dus ze, ze, ze schrok zich helemaal wezenloos. Um, en dan kun je weer redeneren van. joh, wat asociaal uh, uh, dat je dat hebt gedaan. Daar had je zoveel mensen mee kunnen, kunnen helpen. Uh, ja Voor mezelf en daarom is het belangrijk om heel goed tegen jezelf te blijven praten. Tegen mezelf kan ik zeggen, zolang de energie goed stroomt in mij, dat ik al mijn uh, ja, passies en dromen laat uitkomen, uh, kan ik nog meer waardevol zijn voor andere mensen, omdat ik in lijn leef met wie ik ben. Zoals deze podcast wordt veel beluisterd, omdat mensen merken dat ik uh, ja, een super top leven heb en daar volop van geniet en... Um, ja, yes, wil, geven, wil maar, geven. Waarom zou jij je, je verontschuldigen? Ja, dus, dus, ja, dat is dus het systeem waar we in zitten. Ja, maar het zit dus blijkbaar ook al een beetje in jou. Ja, ze is het. Ze het is dat jij je, ja, we komen uit een soort calvinistische uh, tijd, ja. waarbij we ons moeten schamen voor ieder taartje dat we eten, uh, ieder, ieder genotsmiddel dat we aanraken, ieder, alles, alle leuke dingen doen. Als jij je helikopterbuffet haalt, moet jij je schamen voor het feit dat jij zoveel geld ervoor hebt. Dat is belachelijk. We zijn geen flagulanten die, uh, die de hele tijd onszelf moeten geestelen... elke keer als we iets leuks hebben gedaan. Wat onzin. Jij werkt daarvoor. Het is jouw leven. Nou, uh, jij besteedt het daar nou waar je wil. Daar hoef je wel niet voor te schamen. Ik vind, ik, kijk, jij weet, ik heb ooit ook mijn uh, helikopterbewet willen halen. Nou ja, ik heb andere keuzes gemaakt. maar dit is, dit is nog een ding op mijn bucketlist. Ik vind het heel knap dat jij op jouw 39ste. Uh, terwijl ik 56 ben en ik, ik had echt wel andere keuzes kunnen maken en het wel kunnen doen. Maar dat jij het wel hebt gedaan. Jij hebt heel, heel stevige keuzes gemaakt. Waardoor jouw leven beter is geworden. Waardoor waar jij een, een beter, gelukkiger mens bent geworden. Ja, dat is heel klap. Maar dat, dat zijn harde keuzes. Waar je ook dingen voor hebt gelaten. Ja, en andere mensen, die, uh, nou, zoals ik net zei, de, de hele dag op de bank zitten te Netflixen. Ja, die verspelen wat mij betreft een beetje hun recht op uh, nou, op, op jouw verontschuldiging of op hun jaloezie. Uh, zo noem je er lekker op. Uh, iedereen is de maker van zijn eigen leven, zei mijn vader. Mijn vader is twee maanden geleden overleden, maar die was er altijd heel hard in. Iedereen is de maker van zijn eigen leven en ga niet lopen zeuren daarna dat andere mensen het beter hebben gedaan. Nee, die hebben gewoon harder gewerkt. Meer risico genomen, misschien wat geluk gehad. Nou, uiteindelijk is discipline en ambitie leidt tot mooie dingen. En bij jou leidt het tot de mogelijkheid om een uh, helikopterbevel te halen. En waarschijnlijk heb je over drie jaar je eigen helikopter. Nou, en dan moet je aan diezelfde mensen je weer gaan verontschuldigen. Van, oh, sorry. Ik ga mezelf alweer geeselen dat ik een helikopter heb, heb ge, ge, gekocht. Wat een, wat een onzin. Ja. Je moet gewoon trots zijn en blij. Met een BO. Ja, zeker. Je in... hebt eigenlijk is. het ook niet ja. uit. Maar het is, het, is een, het is een raar soort sfeer. die met name in noord europa geldt. dat je inderdaad je moet schamen voor je succes. Ik, ik vind het totale onzin. Wil jij mij helpen met een aantal vragen die, um, die zijn gesteld in de, in de lunch? Hein? Want ik zit uh, uh, terwijl ik naar jou luister, als ik de hele tijd probeer ik de vragen weer naar boven te halen. Wat, wat waren nou de tofste vragen? Ik, ik werd zo enthousiast tijdens het lunch dat ik, oh shit, uh, geen, geen camera. Wat waren de beste vragen die uh, uh, mijn zoon, uh, Sophie of Alistair aan jou stelden, die we nu nog een keer kunnen doornemen voor de luisteraar? Nou ja, een vraag die altijd gesteld wordt is: uh, van, uh, waar haal je de energie vandaan en hoe hou je het vol? Daar in die Tweede Kamer. Ja, ja en, en dan op hetzelfde moment vertelt Alistair: van ja, hij gaat nu stoppen, hè? maar hij twijfelt er nog een beetje over. Dat hij zou ook nog één gevecht kunnen doen. En dan vroeg ik aan hem: ja, maar, hoe, wat moet je daar dan van doen? Nou, dan moet ik dan eerst een half jaar. Moet ik uh, anders gaan eten, anders gaan trainen. En dan moet ik nog een half jaar eroverheen. Dus dat kost een jaar. Maar dan moet ik een jaar echt helemaal 100% daarvoor gaan. En dan uh, denk ik, hoe, hoe kan je dan aan mij zo'n vraag stellen? terwijl je zelf zo ongelooflijk dedicated bent en uh, zo gefocust kan zijn. En in een hoger bewustzijn zit. Om als jij dat doel stelt, dat te halen. Terwijl ja, in de Tweede Kamer is het meer, inderdaad, hoe hou je het vol om 14 uur in een stoeltje te zitten. tussen allemaal mensen die het prima vinden om in zo'n stoeltje te zitten... en aan het eind van de dag niets bereikt te hebben. En ja, ik vond het contrast wel echt groot. <laughs> Dan denk ik, ja, ik, ja ik, ik, de vraag had echt van mij moeten uh, komen. Van, hoe, hoe kun je zo'n focus een jaar vasthouden? Ja. Zo hard trainen, zo, zo ruzichtloos met je eten omgaan. Ik denk dat hij meer uh, bedoelt van... oké, okay, je zit dus tussen allemaal mensen die niet gelijk gestemd zijn... Uh, die, die, die behoren tot een grijze massa. En, en jij bent het niet eens met bepaalde standpunten. Uh, uh, elke dag is er bijna geen vooruitgang. En accepteren zij dat er nul vooruitgang is. Of bijna geen En jij hebt gewoon zoiets. Nou, dan probeer ik het morgen gewoon nog een keer. Om het weer aan de kaart te stellen. Uh, uh, omdat ik een, een, een beter vooruitzicht uh, heb. Ja, maar het is, het is niet allemaal grijze massa. Hè. Het zijn ook ideologische verschillen. Okay. Goed nieuws. Ja, de, de, de Partij voor de Dieren, dat zijn echt hele bevlogen mensen. Een Esther Allerhand bijvoorbeeld, dat, dat is echt een strijder. Maar met een heel andere idee, een heel ander wereldbeeld. Uh, maar ja, diep respect voor, voor de energie die, die zij erin steekt. En Zo, zo heb je er, uh, er echt wel meerdere. Ik kan er zo snel even niet. Uh, <laughs> nee, nee, dat is een grapje, maar. <tossimus> Nou, ik kan me voorstellen dat, er, dat, er, dat van sommigen dat je je daar wel in te maken kijken. Ja, ja, absoluut. Kijk, uh, sommigen zijn natuurlijk gewoon echt uh, bezig met een baantje als, uh, om, om staatssecretaris of minister of burgemeester ergens te worden. Maar nee, je hebt echt wel uh, echt bevlogen, bevlogen mensen. Alleen het, het systeem is zo, uh, zo passief en zo ingekaderd. Hè. Je gaat een debat in, dat duurt vijf uur of tien uur of veertien uur. En dan heb je een paar interrupties. En als de minister dan geen antwoord geeft, laat maar bijvoorbeeld bij het debat over de parlementaire enquêtecommissie over het Groningen Gasveld, waar we volledig plank misslaan. Iedere, iedere technisch opgeleide, technisch competente persoon die zal zeggen, Joh, je kunt veilig gas produceren uit Groningen, we laten daar tussen de 500 miljard en 1000 miljard euro in de grond zitten. De Groningers lopen geen gevaar, maar je moet wel de druk in het veld op peil houden. Maar dan in zo'n debat, het stond al vast. Uh, het kabinet wordt niet naar huis gestuurd. Want de lemmingen van de coalitie... die stemmen gewoon natuurlijk tegen iedere motie van wantrouwen. Um, nou, dat hele ritueel wordt afgedraaid. Er gebeurt niks. Iedereen, iedereen doet wat van hem verwacht wordt. Um, ja, en aan het eind van de dag... denk je, er is gewoon niks gebeurd. Ja. De, er is ongelooflijk onrecht... heeft er plaatsgevonden. De Groningers zijn belazerd tot op het bod. Ze hebben in het begin niet meegedeeld... Met de opbrengsten. Ze, er is gas uit het Groningen gasveld geproduceerd. zonder de druk in het veld op peil te houden. Nou, dan krijg je seismische activiteit. De, de, de huizen in het winningsgebied zitten vol met scheuren. Ze zijn vervolgens niet gecompenseerd. De huizen zijn niet gerepareerd. Dus ze zijn op dat, op dat moment al drie keer belazerd. En dan vervolgens gaan we nu ook uit misplaatste emotie, geveinsde dus, sympathie. Gaan we zeggen: Nee, maar dan gaan we dat gasveld wel sluiten voor jullie. Ja, dan worden ze voor de vierde keer belazerd. Als er duizend miljard euro nog in de grond zit, geeft zich Groningers 100, 100 miljard voor de provincie Groningen. Geeft ieder, iedere Groninger de WOZ-waarde van hun woning plus 100.000 euro cadeau. En dan hebben ze een nieuw huis. Voor mijn part aardbevingsbestending tot de kracht zes op de schaal van Richter. En dan gaan we door. En dat is goed voor de Groningers, goed voor Nederland. Maar nu heeft iedereen verloren. Eén grote. Ja, toch uh, technisch incompetente, semi-corrupte bende. En dan denk je nou, oké, okay, dit is dus het slechtste resultaat dat we hadden kunnen bereiken. Ja. We hebben er vier dagen over gedebatteerd. En dan, uh, ja, ja, ik, ik kan al wel huilen. Maar de enige die zitten te huilen, dat zijn de Groningers op de tribune. Die bang zijn gemaakt en vier keer zijn verneukt. En nu dus inderdaad voor de vierde keer. En, en dat, dat is hopeloos. Ja, hoe hou je dat vol? Is... Ja, precies, dat is de vraag die ze hadden. Ja. En nou, de vraag is meer van... Ja, mijn vraag is: hoe kan je dit proces zo beïnvloeden, zodat er wel iets goeds gebeurt voor Nederland? Nou, en, en daar, daar vecht ik voor. En uh, ja, we zitten met z'n drieën in de Kamer, uh, Hans uh, Smolders en Olaf Efraim. Dus we vechten met z'n drieën daarvoor. Maar de, we, we kregen weinig bijstand. En, uh, veel partijen, die, ja, die, die kabbelen gewoon een beetje voort. En vinden het een hele eer om Kamerlid te zijn. We gaan af en toe een keer naar een debatje toe. En uh, ja, dat is het dan wel dat jij vroeg van ...joh Thierry, um, zou je er eens dus over na willen denken om, om ook op de lijst te komen? Ik had zoiets van um, nou, ik ben bang om als, als, als ik daarin meega, dat ik uit mijn energie wil gaan. Uh, hoe kan ik uh, wie wil hem nou het beste helpen? Uh, dus toen dacht ik van, ja, uh, als ik jou nou een podium geef op mijn manier. Ja. Dus, dus uh, op het vastgoedcongres, uh, in debat gaan met, met, met andere partijen op dat vastgoedcongres bijvoorbeeld, maar ook zo'n podcast. Um, en dan niet alleen maar over de politiek, maar ook ja, dingen vragen zoals, uh, uh, joh, hoe, hoe komt het dat als jij in een vrij land hebt gewoond met uh, nou, veel betere regelgeving die ons aanspreekt, uh, um, be betere belastingklimaat, nou, allemaal voordelen en vervolgens kom je toch weer in, in Nederland. Wat, wat, wat drijft jou dan? Terwijl jouw kernwaarden... Als ik kijk naar Alistair, jou en mij, dan, dan, dan heb ik het gevoel dat onze kernwaarden best wel dicht bij elkaar zitten. Daar heb ik zo. Hè? Uh, en dat is dus vrijheid. Uh, dat is integriteit, uh, bijvoorbeeld. Um, maar ik kan me ook voorstellen. Verantwoordelijkheid. Ja, ik kan me ook voorstellen. En, en, en daarin uh, hebben we alle drie een zwak: dat wij heel veel intrinsieke motivatie hebben om doelen te, te behalen, heel veel discipline hebben. En uh, ja, incompetenter zijn uh, op bijvoorbeeld de relatie. Uh, dus dus uh, als je kijkt naar ons uh, leven. dan had ik een zwak. want dat had ik niet op school geleerd. en niet van mijn ouders, weet ik veel wat. is een goede relatie hebben met, met een vrouw. Uh, uh, vader worden en een goede relatie met mijn kinderen. Ja, want. want um, je onderbewustzijn denk je gewoon, ik moet 80 uur per week merken, ik moet rammen, rammen, rammen. Ik word de beste versie in het ondernemerschap, ik word de beste uh, investeerder en ik ram maar door. En eigenlijk onbewust zeg je tegen je vrouw, uh, nou, Zij ik in ieder geval elke dag, je bent niet belangrijk. Je bent niet belangrijk, uh, mijn werk is belangrijker, mijn carrière ja. is belangrijk, ik vind mezelf belangrijk, ik wil een sixpack. pack Kinderen uh, hebben niet nog, uh, Nee, nou ja, een uurtje te, uh, Onbewust, ik sacheer hem nu eventjes, zei dat wel tegen mijn gezin. Totdat ik in 2019 helemaal vastliep. Uh, dus ja dan kom je pas ja. in beweging doordat je, doordat je vastloopt. Nou, sommigen hebben daar een burn-out voor nodig. Sommigen die uh, 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 ja, zegt partner gewoon een uh, cherry uh, uh, zullen gaan scheiden, want dit werkt niet, uh, niet meer. En toen ben ik opeens 180 graden gaan draaien. En toen dacht ik van oké, okay, dan ga ik mezelf gekozen shit, ga uitkiezen. Niet meer mijn relatie op het spel zetten. Ook niet mijn gezondheid. Hè? Want de ondernemer die nu luisteren, denken. Uh, nou, ik herken me echt uh, niet. Nee, no, ik heb een uh, supergoeie relatie met mijn vrouw en ik heb een fucking goede carrière. Nou, dan is mijn vraag, ja, hoe houdt je gezondheid er dan bij? Heb jij nu een dikke pens of uh, zit je mentaal tegen een burn-out aan? Dus hoe, hoe uh, lukt het jou? Maar denk jij, ja, ik ja? weet wat je gaat, oh, ja. <clears throat> Maar denk jij dat het allemaal en, en, en kan? En een goede relatie met je vrouw en je kinderen en knallen als ondernemer en gezond uh, nee. Denk je niet? Nee, ik, ik, ik heb dus twee dingen. Ik geloof dat, dat je dus... Uh, en en daar, daar ligt mijn obsessie dus in. Vandaar dat ik dus succesvolle mensen in mijn uh, cockpit uh, wil interviewen. Is uh, dat ik op alle vlakken een 8 wil hebben. En de illusie, ik wil op alle vlakken een 10 hebben. Ja, dat lukt niet. Nee, maar een 8 is best licht. Precies. Ja, dus mijn, mijn vrouw, die ze afgelopen weekend... Als, uh, we, we gingen het levenswiel invullen... En toen, toen viel ze als, uh, uh, voor de relatie viel ze een 8 in. Ik heb nog nooit in mijn leven een 8 gescoord. Oftewel, ik ben aan het groeien op mijn zwakke punten. Uh, en als je nu kijkt naar de rest van mijn leven. Dan is opeens geld is nu een onvoldoende geworden. Want mijn cashflow is nu ja. een stuk minder geworden. Ja, ik heb mijn bevet uh, gehaald. Ik heb mijn bedrijf uh, minder aandacht gegeven. Ja. Omdat ik... Uh, uh, niet wilde vouwen op de andere dingen, weet je wel. Dus ja. nu, gaat het, nu draait het weer een beetje. Ja, ik heb nog steeds een 7 op mijn geld, want ja, vermogend zijn we wel, alleen de cashflow is minder geworden. Dus ja, en, en zo probeer ik het elke keer. Dus nu is mijn vraag, um, hoe probeer jij dat zo ja, uh, in evenwicht te houden? Nou ja, ja het, het, is, het is heel moeilijk, maar ik ben het niet met je eens dat het niet en en, en kan. Het hè? Nou, ik denk dat het ook allemaal op een tien kan. Okay. Maar uh, in het begin maak je altijd de fout dat, uh, dat je je prioriteiten stelt daar waar je denkt uh, dat het meest nodig is. Eh, zoals bijvoorbeeld uh, je bedrijf groter maken. Of, uh, en degene die het makkelijkst, uh, uh, waar, je, waar je makkelijkst tijd van kan uh, vrijmaken, dat zijn die meest dierbaren. Want die blijven er toch wel. Dat zijn je vrouw en je kinderen. Dus die leveren als eerste in. Mm -hmm. Nou, Dat is de, volgens mij de reactie die iedere ondernemer, iedere topsporter altijd, altijd, altijd doet. Ja, je denkt, nou ja, en dan ga je 100% er. Maar ik denk dat als je wat ouder wordt, dan kan je. Ja, en ik, ben, ik ben echt niet het goede voorbeeld hoor. Want ik ben, in de politiek heb ik mezelf weer helemaal vergalopeerd en ik ben daar nu echt uh, veel te veel tijd aan kwijt. En inderdaad, uh, allerlei mensen leveren daar omheen uh, tijd en geld en moeite voor in. Maar. Nou, een goed voorbeeld is denk ik mijn vastgoedonderneming. Daar werken een aantal mensen. Laten we zeggen een stuk of vijftien. Vier op kantoor en een stuk of tien daarbuiten. Ik was er altijd heel erg veel mee bezig. Maar toen ik in de politiek ging, toen heb ik op een gegeven moment tegen de mensen Nou, ik ben er niet meer. Jullie kunnen het doen. En het gaat eigenlijk veel beter dan toen ik erbij was. Ja. Dus, um, dus ik kom nu op maandag en dinsdag, Over van maandag en vrijdag zit ik daar al een paar uur. Um, maar ik ben ik, ja, ik, ik word erbij betrokken door hun op een niet-nul basis. Dus als ze me nodig hebben, prima. Maar het kost me geen tijd meer. En ik denk dat je heel veel van dat soort prioriteiten, als je het goed organiseert, dan, dan hoeft het niet wat te kosten. Nu zit ik met hetzelfde cashflow probleem, maar dat komt door Marnix van Rij en Hugo de Jonge. Die opeens die hele box 3 portefeuilles hebben gereorganiseerd. Dus ik dacht dat ik mijn pensioen goed geregeld had in box 3 met vastgoed. Nou, dat is niet meer zo. Ik moet nu gaan betalen om een vastgoedportefeuille te hebben. Dus, dus kijk, natuurlijk zijn er externe omstandigheden waardoor je ingehaald kan worden. Maar ik denk dat als je uh, je familieleven, je, je bedrijf, je politieke ambities, als je dat allemaal op een normale manier regelt. Dan, dan moet het mogelijk zijn om overal een 10 op te scoren. Ook op het lichaam, qua sporten, want je, jij hebt een hele hoge eisen aan jezelf. Hè. Jij hebt, je hebt met commanders anders gezeten. Ja, want, want dan redeneer ik van. Ja, jouw 10 heb je losgelaten. Nu is het opeens een, een andere 10 geworden. Dan je eigen... Ja, maar tu, je, je hebt, tuurlijk, ik, ik, ik scoor niet eens een 8 op al die dingen. Dus jij scoort op dit moment hoger dan ik op relaties, op bedrijven. Maar ik, ik denk wel dat het mogelijk is. Ik denk, er zijn ook wel mensen die dat op een andere manier organiseren. Maar dan moet je wel inderdaad zorgen dat, uh, dat je heel gedisciplineerd bent. Nou ja, ik, ik sta toch niet elke dag om zes uur op. Om, voordat ik naar Den Haag ga, om nog even een uur uh, te knollen op, op de loopband. Laat ik hem anders stellen. Ik, ik, kom, ik uh, ga nu heel veel om met bekende Nederlanders. en uh, uh, Olympische Spelers. Um, uh. En ik zie niemand, ook quote 500 mensen, ik zie niemand tiener op alle vlakken hebben. De, de, mm. dus, dus, dus het ligt eraan hoe kritisch je bent. Je gaat op, op een gegeven moment ga je gewoon. Nou ja. Ach, ik geef het een 10. Maar, maar eigenlijk is het gewoon geen. Nee, 10. Maar ja. zo, zo bedoel ik hem meer. Ja. Nee. Je, je gaat gewoon in je levensstandaarden ga je helemaal naar beneden. Oké, okay, maar laten we nog settelen voor een 8. Ja, dus ja. haalt u al, ja. al een 8 voor en dan ben je blij mee. Ja, ja, Dat is ja, ja. beter dan een 10 en uh, een 4 5. En dan weet ik gewoon: het is tijdelijk allemaal een 8. Want uh, er wordt iemand ziek. Uh, er overlijdt iemand. Uh, er neemt iemand ontslag uh, uh, opeens. Weet ik voor wat. Dus. Dus de illusie van er is altijd een nacht, die moet je ook niet hebben. Nee, inderdaad. Je, je krijgt klappen van het leven. Maar ja. mijn ervaring is wel dat. Zo'n klap is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, mensen uh, worden ziek. Mijn vrouw heeft kanker gehad. Uh, ja, maar als je dat allemaal weer overwint. Er komt ook weer een periode daarna. En dan wordt het. Uh, ja, dan, dan heb je ook wel wat van die klappen geleerd. Mm. Uh, en, uh, dat is met kinderen ook zo. De, de, met kinderen gebeuren altijd rare dingen. Uh, is, en ze blijven bij haar zitten. Of ze, er gebeuren gewoon dingen. Dingen die, die pijnlijk zijn. En, uh, want ja, een kind heeft niet in één keer vol bewustzijn. En is niet in één keer vol zelfvertrouwen. En kan niet alles in één keer. Daar, daar zitten heel veel uh, bloed, zweet en tranen in. En, uh, maar uiteindelijk. Uh, ja, ik, nee, ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om ook klappen te krijgen. En ook te fluils. En als Je nou, jij hebt dat dus ook meegemaakt dat op een gegeven moment dat je tegen een muur aanloopt. Ja, en dat is een, een herijk moment. En ja, de meeste mensen maken dat niet mee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel mee te maken. Want daar, daar word je gelukkiger van. Hè? Die, die wedergeboorte of, hè, dat je voor de tweede keer bewust wordt. Ja. De eerste keer als je natuurlijk uh, uit de buik van je moeder komt. Uh, de eerste keer dat je geboren wordt. Maar de tweede keer dat je bewust wordt van, oh ja, nou, het is toch allemaal anders. Dat is een veel mooier moment. Ja. Dan, dan wordt je leven... ...compleet anders. Er zijn er veel die ik hoor praten... ...Cherry, ik ben in mijn tweede leven terechtgekomen... ...die hoor ik nu zoveel... Ja. Eh, ...dat dat mensen dus in een, ja, in een ander bewustzijn terecht zijn gekomen... Zoiets dus ze zeggen van... ...wow, ik heb de eerste helft van mijn leven... ...heb ik als een zombie geleefd... ...bij wijze van spreken... ...even ge en gezet. ...en nu eh, ja, hun leven op, op, op een wijze indelen... ...dat ze zelf eh, veel meer de touwtjes in de handen hebben. Ja, ik, ik kan me er wel bij voorstellen... De... Ja, heel veel culturen en heel veel geloven hebben zo'n soort ritueel... Dat je, dat je je wedergeboorte beleeft. Ja, je kunt het zelf ook afdwingen. Uh, ja. Nou, je hebt het gedaan. Uh. Ja, ik vind het knap met Ellison. Die zegt gewoon, oh, ja, op mijn dertiende hangt al... Ja, of, of ze, of ze tweede leven moet nog beginnen. Of, of we hebben het er niet, niet goed over gehad. Maar hij zei, ja, op mijn dertiende hangt al zoiets van zo... Uh, 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 dit is een apart wereldje en ik wil nu bij de Grijze Massa worden. En ik ga... Uh, Vol gas geven op de belangrijkste dingen in het leven. Ja, maar met puberteit is natuurlijk ook een moment dat dat, dat kan gebeuren: ja. dat je je bewust wordt van allerlei systemen signalen en signalen en, en dat je een ander wereldbeeld geeft. En sommige mensen niet, die koppelen gewoon voort. En die, ja, en, nou, we hadden het net ook over Matthias de Smet hè, met het boek van uh, de psychologie van het totalitarisme. Dus schrijf hem op. Ja, schrijf hem op en lees het. Um, maar die heeft ook dus op het bvnl congres gesproken. En die vertelde daar dat ja, uit zijn onderzoek bleek dat 60% van de mensen. Ja, die zitten op de bank te Netflixen. en die vinden het wel best. Die, ja, als ze gewoon een leuk leven kunnen hebben, is het goed. En dan 30%. Nou, dat zijn een beetje hoogopgeleide meelopers. Een beetje de D66ers, als ik dat zo mag zeggen. En dan 10% van de mensen hebben een autoriteitsprobleem. Nou, dat zijn wij. En uh, ja, de vraag is natuurlijk altijd, bij welke groep wil je horen? Het makkelijkste is om bij die 60% te zitten. Uh, die 30% is wel actief, maar ja, het is voor mij de grootste nachtmerrie om erbij te zitten. Uh, van, wat fijn dat we allemaal mondkapje op hebben. Uh, wat fijn dat we allemaal om negen uur binnen mogen blijven. Uh, wat fijn dat we allemaal uh, ons geld uh, gaan controleren boven de 100 euro. Uh, wat fijn dat de overheid straks overal camera's gaat ophangen, want dan... Nee, dan kunnen we beïnvloed worden. En als je dan door rood rijdt, dan mag je een week geen vlees eten. Weet ik veel wat voor gezin. Ja. Maar het is wel allemaal samen, want je doet het samen. Je doet het, hè, je doet het voor een ander. En, uh, dus ik voel me comfortabel bij die 10%. Dat, uh... ja. Ja. ja, en dus, dus we, we hadden het over die 13-jarigen die in de hoger bewustzijn. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd van. Uh, Joh, uh, onze kinderen die, die doen VWO of gymnasium, hoog IQ, die lopen voor op, uh, op, op hun uh, klasgenootjes. Uh, ik vind het belangrijk om af en toe onze kinderen even een dag van school af te halen. Als er een bijzondere dag is waarin zij veel meer gaan leren over het leven dan um, uh, als ze in hun uh, stoertje zitten. Dus ik zei uh, gisteravond: van, Joh, uh, ik wil Rohan meenemen. Dat geeft mij ook wat rust in de podcast. Dan kan hij uh, alles begeleiden. Uh, heb ik meer rust om de interviews uh, te doen. Ja. En, um, en daar kan ik gewoon ja, uh, van, van de heren leren door erbij te zitten. Daar nou, had ze veel moeite mee en dat vroeger, vroeger ook. Um, en nu zei ze inderdaad van uh, vanochtend uh, van... Uh, ja, ik vind het een goed idee. Ik sta erachter. Uh, dat, uh, dat er al een erbij uh, zit. Dus, dus uh, onze 13 jaar leren we al... Ja, tenminste, hij heeft de ruimte om, om uh, goed naar het leven te kijken... ...goed te reflecteren, hoger bewustzijn te krijgen, uh, ...naar jou en de elfste te luisteren... ...van uh, wat jullie leermomenten zijn geweest... ...in het, uh, in het leven. Hij ja, had ook een, een, een hele leuke, leuke vraag. Dus toen, uh, toen hadden we zoiets van... Nou, ...ja, dan laten we gewoon die vraag aan jou, uh, jou stellen. Ja, die misschien uh, andere dertienjarigen... ...ik hoop dat er dertienjarigen... ...naar deze podcast luisteren. Uh, ik weet dat ze we er zijn. Er zijn gewoon... ...YouTube is zo laagdrempelig geworden... ...dat je uh, ja, mensen die je inspireren... En Wibrem die zo in een debat uh, zo, um, ja, uh, Sofie die zei het van: het uh, lijkt wel alsof er een of andere wifi-strouw in jouw hoofdgroep. Van, je in één keer, terwijl je hartstikke moe bent, slaaptekort er op, dat je zo alles eruit kan gooien. wat wij eigenlijk hadden willen zeggen tegen uh, iemand van een andere partij. Ja, ja mij, ik vond het een heel groot compliment. Want ja, vaak zit je daar in die stoeltjes en dan zeg ik tegen Olaf: ja, wat doen we hier volgens mij? Ja. Want het duurt zo lang. En. Uh... Maar ja, heel, heel aardig dat ze dat zo, uh, zo opvatten. Ja. Ja, de, de, het is grappig, hè? Ik, nee, ja, je hebt het over Rohan. hè? Je geeft hem heel veel vrijheid. Ik merk dat ik door mijn opvoeding... Uh, en ook misschien omdat ik wat ouder ben... Uh, toch altijd denk van... ja, nee, maar je moet op naar school en zo. En dat is voor mij een beetje een nieuw concept... dat je dan je kind van school haalt... als hij dan ergens anders wat meer kan leren. Het uh, dat is altijd een moeilijk moment, hè? Van, als... als ja, Jij doet het dus blijkbaar anders. Maar als ouder loop je altijd een beetje twee jaar achter op de leeftijd van je kinderen. Die kinderen willen veel meer vrijheid. Een kind van dertien wil gewoon zelf kunnen bepalen wanneer ze uitgaan, wanneer ze. Uh, weet ik wat, s'avonds laatst niet thuiskomen. Terwijl als ouder denk je, ja, maar dat is allemaal veel te gevaarlijk. En heb je wel een koppel op je fiets. En je zet je fiets op slot. En heb je je sleutel bij. Je. En terwijl. Uh, ja, terwijl zo'n kind eigenlijk. Ja, veel sneller moet leren vliegen. En dat, dat gebeurt door juist uh, meer vrijheid te geven. En misschien wel uh, een oogje in het zeil te houden, nee, zodat als het misgaat, dat maar. Maar dat, dat beperkende en dat uh, controlerende, dat is juist iets wat ik in mijn leven altijd probeer uit te sluiten. Maar naar je eigen kinderen ja, dat daarom, daarom is heb dat dat lastig. Met, uh, met Wieberen heb ik het niet zoveel over de politiek. Ik stel weinig politieke vragen. Ik stel weinig. Uh, uh, vragen over uh, jouw vastgoedportefeuille. Omdat als ik naar jou kijk, vind ik het dus uh, interessant om andere vragen uh, te stellen. Ja. Van, uh, joh, we hebben bepaalde kernwaarden, we drang om kaarten te groeien, autoriteitsproblemen, hoe ga jij met je kind om? Ja, nou ja, weet je, ieder kind is ook totaal uh, verschillend. Hè? Ik, ik, ja, dat ja, heeft me ook verbaasd. Je denkt, nou oké, okay, na de eerste dan weet je het wel. Totale onzin. Ieder kind volkomen, volkomen anders. Ja. En met een andere benadering, andere idealen en andere eh, ander tempo ook. Hè? Andere verschillende fases. De een gaat op het begin heel snel en dan wordt het langzamer. Maar uiteindelijk denk ik dat uh, ja, als je ze vrij laat en je laat ze zelf ontwikkelen, dan worden het allemaal mooie mensen. En dan worden ze ook bijzonder. Ja. Terwijl het enige wat ik echt verschrikkelijk zou vinden is als, als je een kind hebt en dat wordt door jouw opvoeding een middelmatig kind ja. uh, dat geen zelfvertrouwen heeft. Ja. en dat, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar... Uh, ja, ik, ik weet niet hoeveel dertienjarigen er kijken naar jouw uh, podcast, maar uh, misschien dat ze hierdoor wel uh, gemotiveerd raken om, nou ja, om wel iets te aspireren. En uh, ik, ik hoop ook trouwens dat dat heel veel ondernemers naar deze podcast luisteren. Ja, dat en dat ze, genoeg. Ja. En dat 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 ook mensen komen helpen. Nou, ja, dat, uh, want kijk, jij gaat je hele kop de vet halen. of dat heb je nu gehaald. Dat is allemaal mooi. Ik heb ervoor gekozen om in de Tweede Kamer te gaan zitten. Ik zou het echt mooi vinden als jij, als je als je geen uh, eigen doelen meer kunt bedenken. Als jij dan zegt: van, Nou, weet je wat, ik ga ook vier jaar in de gemeenteraad zitten. of vier jaar in de provinciale staten. of vier jaar in de Tweede Kamer. En dat je daar gewoon. Hè, want het is, denk ik, goed als er meer mensen. Uh, nou, van buiten komen. Ja, maar ja, dan moet dus die vraag beantwoord worden. die Sophie en Alistair hadden. van hoe hou jij het vol? Want, want uh, uh, Alistair, die. die uh, en dat zullen sommige mensen. Uh, niet verwachten, maar die volgt de politiek al heel lang en intensief. Ja. Ja. Hij vindt het heel interessant en daarom vroeg hij van: Joh, zullen we dit combineren? Ik zei: ja, Ik kan je wel populair bieren, want die ken ik ook goed. Um, maar ja, de vraag die je zei, dus halve hoe hou je het vol? We hebben best de ambitie om een verandering door te brengen. Ik doe dat nu op mijn eigen manier door, door deze podcast uh, um, uh, te hebben. Uh, maar die, die kamer ingaan en dus de hele tijd. Uh, ja, het lijkt wel alsof we het expres doen, de, de, de tijden veranderen, dat je s'nachts aan het debatteren bent terwijl je al hartstikke uh, moe bent. Uh, dus daarom kwam die vraag van de van: oké, okay, misschien willen we wel meedoen in de Tweede Kamer of in een, uh, bij gemeente, gemeenteraadslid. Uh, maar vertel ons dan wel hoe uh, je dat volhoudt, vind. Ja, nou ja. ja. De, 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 het rendement is. Ongelooflijk laag. We hadden het net over het rendement op vastgoed. Nou, dan blijkt dat omdat ik de laatste tijd niet zo mee bezig ben geweest. En omdat de boswaarden stuk gestegen zijn dat mijn rendement heel laag is, jouw rendement is nog heel hoog. Maar je, wij zijn ons daarvan bewust. Maar de rendement op het politieke werk is, is bijna nul. En dat, dat, dat is voor een ondernemer heel moeilijk. En je hebt 2 miljoen ondernemers in Nederland, een miljoen ZZP'ers en een miljoen MKB'ers. Ja, die. die, die voor hen is dat concept van een nul rendement natuurlijk iets heel vervelends. Dus die, die gaan helemaal niet uh, een tijd eraan voldoen. doen. Maar ja, dat betekent dus dat die 2 miljoen mensen wel worden gedomineerd en worden overheerst door mensen die middelmatig zijn en die helemaal niks aspireren en die dan in de Tweede Kamer gaan zitten. En die voor jou gaan bepalen hoeveel belasting je gaat betalen, hoe jouw box 3 portefeuille. Uh, je hebt geen box, je hebt alles in box 2, geloof ik. Nee, oh, een box 3. Een box 3. Ja, nou ja. Nou, ja, dan uh, ondervind je de ellende. Zeker. Ja, op 6,17 uh, Fictief rendement. Uh, 33 procent belasting erover betalen. Leegwaarderatio eraf. Terwijl, als daar meer ondernemers hadden gezeten. met een box 3 portefeuille. dan hadden we gezegd: van ja, sorry, maar dit is een hele oneerlijke manier van uh, belasten. Vandaar Wat... dat ik dus het vastgoedcongres heb gehoord. Ja, nou, maar, kijk, op jouw manier ja. draag je natuurlijk wel bij. Alleen het maakt het nog steeds moeilijk als er van de 150 uh, Kamerleden uh, vier ondernemers zijn. Ja. Dat, dat, want de rest denkt gewoon, ja, ondernemers, dat zijn gewoon vrije jongens die heel veel geld verdienen. Nou, nu hebben ze jarenlang de lusten gehad, nu maar eens de lasten. En de uh, sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, dus hoppakee, uh, als er geld in de begroting is... Komt het MKB weer naar voren? Ik ben op zoek gegaan in de markt naar de beste specialisten op hun vakgebied. Die heb ik uitgenodigd op het vastgoedcongres. Ja. Om een beter idee uh, um, te bedenken met z'n allen. Ieder op zijn eigen vak, uh, vakgebied. Dus fiscalisten, um, mensen gespecialiseerd uh, in de eigendomsrecht, juristen, vastgoedadvocaten... Mm -hmm. uh, Bedenk nou betere alternatieven dan dat uh, ja, ze in de politiek nu aan het doen zijn. Dus we gaan niet met z'n allen van uh, we zijn tegen de politiek en we hebben slechte plannen. Nee, uh, zorg dat je oplossing wordt of een, een onderdeel wordt van de oplossing. Kom met betere alternatieven. Dus ik heb mensen gevraagd uh, die uh, uh, specialist zijn, uh, uh, Verduurzaamheidsspecialisten. Het doel van het vastgoedcongres is: zorg dat je oplossing bent van uh, zeg ik het weer een keer. Uh, ...onderdeel bent van de oplossing. En ik heb dus... Ik, ...mijn plan is ook om jou uit te nodigen... ...met een aantal andere... ...van andere uh, um, partijen... ...en te gaan ja. uh, debatteren. En dan hopelijk luisteren ze. Het is een... met ja, 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 een ik, 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 ik steun je. En ik, ja. ik hoop dat je gelijk hebt in je hoop. Maar ik... Ja. Ik ondervind elke dag in de kamer dat dat ja, zinloos dag. is. Vroegen we dus van: oh, Wow, hoe hou je dat dan oh, vol als je ziet dat het zinloos is? Ja, je, je krijgt soms mensen, hè, die zijn voorzitter van de Orde van Accountants uh, of uh, uh, topfiscalisten, kreeg je langs, Of uh, weet ik wat, uh, de, de Hoge Raad van Bestuur van de KLM. Absoluut de absolute mensen die, die het weten, die in het veld staan en zeggen: Zo, jongens, dit, dit is hoe het is. De mensen van Shell komen langs, uitleggen hoe het precies in elkaar zit. Ja. En dan zegt gewoon uh, Boy, me niet. 80% van de Kamer zegt, ja, maar het zijn allemaal mensenbelangen. Ja. Ik, ik heb de, een, een debat gehad met Hugo de Jonge. Toen heb ik voorgelezen welke grote vastgoedpartijen allemaal analyses hadden gemaakt over hoe contraproductief zijn maatregelen zijn. He, die hele vastgoedmarkt is in een diepe duikvlucht en het gaat helemaal kapot. Het is dus totaal bouwinfarct. Mensen, mensen, deze vluchten, er is een exodus gaande van beleggers, van bouwers, van investeerders. En toen, toen vroeg ik hem van, joh, uh, Colliers, Cushman Wakefield, uh, Capital Value, uh, DDZ Zadelhof, uh, uh, weet ik wat, de ABN AMRO Bank, de ING Bank, uh, al, die, al die mensen, uh, vastgoedbelang. Allemaal zeggen ze hetzelfde. Er gaat niet meer gebouwd worden en het komt niet alleen door de gestegen rente en de gestegen bouwkosten. Het komt ook door het Hugo-effect. En uh, al die onzin in box 3 en al die onzin, regulering, middenhuur uh, van, van Hugo de Jonge. Zegt hij, ja, dat, zijn, dat kan meneer Van Hagen wel zeggen, maar dat zijn allemaal mensen met belang. En daar doe ik niet aan. Ik, ik ga, hij wil dan voor het belang van Nederland gaan, maar het belang van Nederland is er niet mee gediend. En als je de experts gewoon niet meer gaat geloven, omdat je denkt dat er een belang achter zit, ja, dan kan ik er nog wel een paar. Zijn belang is een politiek belang, een eigen belang. Hugo de Jonge op de kaart zetten. Maar uiteindelijk is het netto effect dat jonge mensen. Geen huis meer kunnen krijgen. Ja, maar dat zijn de twee doelen die ik me kan voorstellen. Jonge mensen moeten weer uh, een woning kunnen kopen. En uh, huurders uh, moeten weer meer uh, keuzemogelijkheden krijgen en een lagere huur betalen. Volgens mij zijn dat de dingen die hij probeert te verbeteren. Nou, en dan is dus de vraag: een, een jaar later, is dat gelukt? Ja, alleen je hebt twee manieren om dat te doen. En de ene manier zegt de markt kan het doen. Mm -hmm. nou, dus als je een miljoen woningen er nu heel snel bijbouwt en je stopt met, uh, met uh, immigratie, met uh, asielzoekers, uh, genoemd. <coughs> ja, de, je, je maakt het dus makkelijk om te bouwen. Dus je gaat, je gaat een miljoen woningen bouwen zo snel mogelijk. En je zorgt dat de bevolking niet meer groeit. Dan krijg je een markt waarbij vraag en aanbod beter met elkaar in balans is. Ja. Dus dan heb je hopelijk weer wat leegstand. Ja, de, toen ik jong was, had je gewoon leegstand. Nou, als je dan als huurder. Uh, wilde huren, dan kon je gaan onderhandelen. Van nou, ik wil dit wel huren, maar ik heb nog drie opties. Ja. En dus dan gaat een verhuurder denken... nou, dit is een, een fatsoenlijke huurder met een normaal salaris... maar ik wil hem graag houden, dus ik begin met een lagere huur. Of, hè, of ik, zorg, ik, wil, ik wil een langdurig contract voor de rest van zijn leven... Uh, voor, voor, voor een acceptabel bedrag. Maar nu is, is, dat, is er geen sprake meer van een markt. Nou, wat zegt Hugo de Jonge dan? Ja, de markt heeft gefaald, terwijl de overheid eh, de, het resultaat, de aanleiding is voor het uit de hand lopen van die markt. En zijn oplossing is dan meer overheid. Nou, meer overheid, eh, terwijl de hele markt kapot is gemaakt door de overheid. Dat lijkt mij niet de oplossing. En als je dan gaat reguleren en je gaat gewoon door de staat laten bepalen dat de huren omlaag gaan, waardoor er weer minder gebouwd wordt. Ja, dan, dan zit je in een neerwaartse spiraal en een je in de afgrond. En dat, daar zijn we nu mee bezig. En ik, uh, ik vind dat ontzettend jammer. En ik, ik probeer dat technisch aan te vliegen. Dat, dat, ja, de feiten uh, spreken boekdelen. Het is ja. gewoon een, een kopie geworden van wat er met de gezondheidszorg ook. Waar, waar jij en ik van... Uh, jo, ga, ga juist naar de sportschool, ga gezond. heen. waarom zie ik niet op televisie... Uh, joh, we gaan met z'n allen uh, voor een, voor een hoger uh, uh, immuunsysteem. Of een beter immuunsysteem. We gaan, we gaan uh, gezonder eten. We gaan de McDonald's dichtgooien. En, en uh, ja... En het is ja, verboden Kijk, ik, ik, ik ben een vrijheidsstrijder. Dus die McDonald's moet gewoon open blijven. ze zouden. Ja, maar, ja die, natuurlijk. Dan moet je het lekker zelf weten. Als jij jezelf helemaal vol wil eten en uh, zo'n pensel hebben, ja. ja, dat is jouw probleem. Ja. Als je wel ziek wordt... Dan La, dan laat pasiek. ik het nou verbeteren. Uh, commercials met... Uh, niet uh, doe een mondkapje op of ga je vaccineren. vaccineren maar commercials met... Ga, ga eens gezond eten. Nee, uh, ga naar de sportschool toe. Uh, ja, ja. We... we we verlagen de belasting op, uh, op groente en uh, fruit. Want nu zie je gewoon dat als je een patat of pizza uh, koopt... dat dat goedkoper is dan wanneer je gezonde keuzes maakt. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Maar ja, de overheid belast van alles op een hele rare manier. Uh, ik vind dat mensen een warm huis uh, moeten kunnen hebben. Een betaalbare energie moeten kunnen hebben. Dat dat een, een basisbehoefte is. Nou, uh, wij hebben na Zweden geloof ik de hoogste uh, belasting op, op energie. Dus, dus ik geloof 58 cent per kubieke meter gas. Dat is to, to, totaal idioot. Gezond eten is dan toch ook een basis? Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, dus, maar dan is het toch heel raar dat de overheid dit soort dingen gaat belasten... waardoor mensen thuis in de kou zitten deze winter. Uh, nou, dat is niet gezond voor je. Waardoor mensen inderdaad pizza's gaan bestellen in plaats van uh, sinaasappel eten. Nee, dat, is, dat is waanzinnig. Als je dan al iets wil, wil beïnvloeden al, he, als uh, overheid zijnde... Ja, Beïnvloedt dan de mensen zodat ze zo goedkoop mogelijk de goede dingen kunnen doen. Ja. Maar ja, uh, precies het tegenovergestelde gebeurt. Want uh, ja, mensen zijn uh, ja, min of meer gedwongen om hun huis te verwarmen. Dus ja, daar kun je heel makkelijk kun je daar geld op verdienen. En, 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 en de, dat is gewoon uh, heel slecht. En dan zie je de AIVD die een waarschuwing in plaats van hou er rekening mee, dit is wel een van de grootste bedreigingen voor Nederland, dat er een, een, een groepering ontstaat die zich tegen de overheid aan het keren is. Die zoiets heeft van, uh, uh, nou ja, wij willen, wij willen de belastingen verschuiven... Van, uh, uh, zodat, dat, zodat er, waar we het net over hebben, gezonder wordt gegeten. Dat, er, um, dat het onderwijssysteem, dat er een extra, weet ik veel, systeem komt. Hè? Het onderwijssysteem hoeft niet weg, maar dat er in ieder geval keuzes uh, komen. Uh, uh, leer, leer mensen uh, iets over, um, uh, weet ik veel, investeren en ondernemen... Uh, en, en dat wordt dan weggeschreven als. Uh, kijk uit, er is een groepering nu. Nou, het wordt nu wel heel erg groot. Met mensen die tegen de overheid uh, zijn. Uh, um, ja, nu ben ik weer. Nee, ja. Het was wel leuk, want er was afgelopen week een, uh, een debat over terrorisme en extremisme. En er werd heel specifiek werd er gezegd. En dat is je de laatste tijd ook wel in de media. Ja, er is een groot gevaar, want er is een, er is een steeds groter wordende groep. En die, die vertrouwt de overheid niet meer. Ja, ik moet altijd heel erg om. Op. Ja, ik ook. Ja, want nou, volgens mij is het heel goed om de overheid te wantrouwen. Dat ten eerste. Maar ten tweede, de overheid in, heeft in de laatste 15 jaar ongelooflijk veel aanleiding gegeven. Ja. om ze niet meer te vertrouwen. Je, had, je begon met de burgerdoden in Hawija, waarover gelogen werd. Uh, nou, Mark Rutte heeft natuurlijk echt verschrikkelijk veel keren gelogen. zich dingen niet meer ja, kunnen herinneren. Ja, precies. Zijn uh, de Seward Gate, uh, die hele corona-elende. Als je nu uit die, die WOP-verzoeken kijkt. Hoe er over het volk gepraat werd. Nou, dat, dat is wel stralend. Dan, dan maar een miljard meneer... wat kwijtraakt? Ja, 5,1 miljard zonder bonnetjes. Uh, een miljard aan de Stichting Open Nederland. Nou, wat is ermee gebeurd? Uh, maar het is echt een totalitaire vorm van, van regeren. En terecht dat heel veel mensen zeggen: niet alleen die 10% met een autoriteitsprobleem. maar dat heel veel mensen zeggen: ja, maar sorry. Uh, de, de staat gaat nu wel heel erg ver. En volgens mij heb ik ook al wat grondrechten. En het, het recht op uh, vereniging of het recht op demonstratie, dat, dat werd gewoon geschonden. En dat, dat kan. Hè. Er, er kunnen redenen zijn om grondrechten even buiten werking te stellen. Maar dat, dan praat je wel over een hele korte tijd met een ongelooflijke ramp. Uh, hè, het, het is oorlog en uh, de bommen vallen om je heen. Ja, dan word je even verlicht om uh, binnen te blijven en je licht uit te doen. Ja. Maar de, er was geen sprake van. En achteraf wel helemaal niet. Maar nu weten we dat op dat moment zelf... De overheid in coronatijd ook al wist dat, dat het eigenlijk niet zoveel voorstelde. En dat ik geloof op 1 juni 2020, men al wist dat de mortaliteit, de IFR, de Infection Fatality Rate, ongeveer hetzelfde was als een stevige griep. En, en dat als je compenseerde voor de ondersterfte in een jaar daarvoor, dat de oversterfte helemaal niet zo groot was. Maar dat ze toch doorgingen, omdat het wel heel makkelijk is als je een volk bang maakt. Om ze uh, te kunnen manipuleren. Ja, en dat is op grote schaal gebeurd. Dus ik vind het heel goed juist dat, uh, nou, dat mensen, de overheid systematisch wantrouwen. En daar zit helemaal geen groot gevaar in, want er worden geen aanslagen gepleegd. Maar ik vind het heel goed dat er toch nog mensen elke keer naar het Malieveld zijn gegaan en naar het museumplein om te demonstreren. Van luisteren, we, we doen het wel. En dat vond ik heel mooi, ook in die campagne. Dat we een podium elke keer uitrolden. Zeiden: jongens, we gaan gewoon door. Wij mogen campagne voeren. En we. we en we mogen elkaar honden schudden. We hadden bedacht van nou ja, je mag geen handen meer schudden, Dan deden we dat demonstratief toch. Ja. En, en dat was een soort partizanig goed geworden. Ja, is dat staatsgevaarlijk? Nou, natuurlijk niet. Deze podcast, en daarom, daarom heb ik, eh, doe ik dit met heel veel enthousiasme, en dat zien de kijkers en luisteraars ook. Is eh, zelfbewust zijn, zelfkritisch zijn. Dus kijken naar hoe leef ik. Zit ik in een bepaalde hypnose? Ben ik goed bezig? Um, eh, daarin verbeteren. Maar niet alleen kritisch zijn naar jezelf. Maar ook naar de mensen om je heen. Uh, op een positieve manier, hè? niet uh, belerend. Maar ook naar de overheid. Van uh, uh, ja, wij zien alle uh, uh, mooie punten van de overheid. We snappen dat, uh, dat, dat die er is. En, uh, maar ook wel kritisch zijn van. Uh, joh, wat zijn jullie nu aan het doen? En je zag gewoon tegenovergestelde uh, beslissingen waarvan je nou, dit klopt echt niet, dus echt niet logisch. En ik, wat ik ben gaan doen is, ik ben gaan observeren de mensen die zeggen van... Thierry, jij bent nu heel erg rechts uh, bezig. Uh, wij vinden, de, de overheid moet je gewoon uh, vertrouwen en die is er voor ons. Uh, en dan vraag ik dus aan de luisteraar en de kijker die, die uh, zoiets heeft van... nou, uh, jullie zijn maar rechts rechtswappies... Uh, de overheid heeft het beste met ons voor. Kijk vooral naar de feiten in de afgelopen uh, vijf jaar wat er is gebeurd. Uh, is dat logisch? En dan, dan kun je weer zeggen van... Ja, maar met de corona, wij wisten niet hoe erg dat allemaal was. Dus het is uit voorzorg hebben we dit allemaal gedaan om de medemens uh, te, te beschermen. Uh, nou, ik... Ja, je dat kon je in, in, de, in maart 2020 kon ja, je weer naar de feiten. Ja. Uh, wat de overheid al wist in de afgelopen jaren. Voorafgaand aan uh, de noodsituatie. Als je kijkt naar de feiten, dan wist de overheid uh, wel degelijk al wat er aan de, aan de hand was. Dus uh, voor de kritische mensen wil ik toch vragen: ga niet mee in de massa. Luister niet te veel naar, naar de mensen om je heen. Want het zou zo kunnen zijn dat de mensen om je heen. Het beste met je voor hebben, maar het fout kunnen hebben. Elke dag kijk ik naar mezelf van Thierry, je kan het weer fout hebben. Mijn zo van 13 zeg ik, ik vertel je nu wat. Maar hou er altijd rekening mee dat papa het verkeerd heeft. Papa heeft de beste intenties met jou. Um, ik draag nu geen mondkapje. Ik, ik, ik weig een mondkapje te, te, te dragen. Maar als jij een mondkapje wil dragen, uh, uh, misschien zit er helemaal naast. En over een paar jaar gaan we dat. Uh, en ik leer mijn kinderen dus een super hoog bewustzijn te zijn van. Pap en mama kunnen het verkeerd hebben, mijn schoolmeester kan het verkeerd hebben, mijn opa en oma kunnen het verkeerd Ik ga uh, zelf nadenken ja. en probeer ook wat feitjes voor mezelf te verzamelen, zodat als ik een ander standpunt heb, dat ik die goed kan beargumenteren. Ja, heel erg goed. Dat, uh, dat zou iedereen moeten doen: zelf onderzoek doen. En dan hoop ik ook dat de overheid dat ook faciliteert en niet bijvoorbeeld uh, bepaalde meningen gaat wegdrukken, Net op sociale media. Niet bepaalde uh, meningen die niet in overeenstemming zijn met het staatsnarratief worden gecanceld. Ja. En dat is, dat is ontzettend belangrijk. Want jij als individu moet uit al die verschillende uh, informatiestromen, zelf de waarheid kunnen bepalen. En natuurlijk word je hier daar een beetje gemanipuleerd door de overheid of door de, de tegenstanders. Dat begrijp je. Hè? Maar de overheid heeft zijn krediet wel een beetje verspeeld bij mij. Want je had de toeslagenaffaire, je had inderdaad die Severt Gate. Je had uh, volgens mij uh, moeten we ergens naar kijken. Wat is er nou? Ja. Oh ja, de tijd. We moeten de, de tijd moet dus in de. Ja, maar, 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 de, de, maar er zijn zoveel ongelofelijke um, um, ja, misstanden geweest. Dat, dat de overheid op een gegeven moment zijn, zijn krediet totaal uh, verliest. En het wordt ons ook steeds moeilijker gemaakt door diezelfde toch semi-totalitaire overheid. om, om je, je eigen oordeel te kunnen vellen. En ik denk dat dat het grootste gevaar is. Een veel groter gevaar dan mensen die kritisch zijn op de overheid. Want ja, het moment dat de overheid gaat zeggen: ja, als een van de grootste gevaren binnen het terrorisme en het extremisme zien wij mensen die tegen die de overheid wantrouwen. Dan, moet je, dan moeten alle lampen op rood springen, want dan heb je echt een, een enorm probleem. Het grote gevaar komt uit hele andere hoeken: de jihadistische hoek, de extreem linkse hoek, Extinction Rebellion. Groepen die echt actief praten over geweld gebruiken. Nou, jij en ik praten nooit over geweld gebruiken. We zijn gewoon bezig met onze grondrechten en om zo gelukkig mogelijk te worden. En, en daar hoort inderdaad ook bij dat die grondrechten gerespecteerd worden door de overheid. Miss een podcast: uh, zelf uh, beter na te denken, zelf kritisch te zijn, geïnspireerd raken. Nee, je hoeft niet gemiddeld, uh, je mag best buitengewoon uh, zijn. Daar is deze podcast voor. Ja, maar je, je, je mag alles. Het, het is jouw leven. Ieder is de maker van zijn eigen leven. En als de overheid dat nou ook eens zou uh, propageren, ja. nou, dan kan iedereen dat zelf weten. De een wordt postbode, de ander wordt menselaar, de ander wordt advocaat, de ander wordt, uh, wordt arts. Dat maakt niet uit. Doe iets waar je gelukkig van wordt. En, en heb een, uh, een prima leven. Je hebt één leven, maak er de beste van. Ja, ja super. Roan, uh, ga ik even vragen in de, in de podcast, en, oh ja. uh, dan kun jij je vragen uh, kom maar eventjes hier staan als dat uh, jou lukt, dan sta je ook uh, ja. in de camera. Wat is jouw uh, vraag die je wilt stellen? Um, als jij uh, eigenlijk de plaats van Mark Rutte hebt, dus uh, president uh, van Nederland, uh, wat zou jij nou veranderen aan het schoolsysteem en wat zou je behouden? Ja, dat is misschien wel de lastigste vraag van, uh, van deze podcast. Maar kijk, ik, ik weet niks van onderwijs. Ja, ik heb zelf wel uh, op school gezeten. Maar... En ik heb me één ding voorgenomen: is dat ik nooit iets ga zeggen over iets waar ik gewoon helemaal niks van weet. En volgens mij moet iedereen dat doen. Um, het, het gekke is dat je vroeger zag je altijd op ministerposten zag je mensen terechtkomen die ongelooflijk veel opleidingen en ervaring hadden. He, hier is Ballin, die dat was een hoogleraar rechten en die wordt dan. Minister van Justitie. En nu zie je het tegenovergestelde gebeuren. Je ziet uh, uh, mevrouw Jezielbus, die wordt dan minister van Justitie. Die heeft helemaal geen opleiding daarin. Uh, Kajsa Ollengren wordt uh, minister van Defensie. Je weet het verschil tussen de een handgedaad uh, en een ananas niet. Uh, uh, en uh, Rob Jetten, die komt helemaal niet uit de energietechniek, wordt minister van Energie en Klimaat. Maar jij hebt mij net uh, die vraag al eerder gesteld. En Jij wist wel heel goed wat je ging veranderen. Dus wat zou jij veranderen? Uh, nou, ik zelf zou de keuze uh, uh, maken, zoals ik zelf uh, in het schoolsysteem uh, heb je uh, dingen. Ikzelf vind dat je die als je ouder bent niet echt gebruikt. Uh, dus Zo. zou, uh, bijvoorbeeld uh, wiskunde gebruik je niet heel veel. Kijk, bij bepaalde beroepen wel, maar bij de meeste beroepen niet. Uh, wat ik liever zou uh, leren, willen leren. is eigenlijk. hoe zet ik een bedrijf op? Uh, hoe, hoe ga je om met een relatie? Uh, hoe, hoe, hoe koop je je eerste huisje? Dat soort dingen. Ja, nou ja, volgens mij zijn het allemaal hele relevante dingen. En ik, ik heb me altijd afgevraagd. waarom je op de lagere school en de middelbare school. niet uh, leert onderhandelen, of ja. leert samenwerken in een, uh, in een groep. Of... Leert hoe je een conflict moet oplossen. Want het zijn allemaal dingen die je de hele tijd moet doen. Maar dan moet je een beetje door schadenschande wijs worden. Um, maar ik, ik ben altijd wel heel beneden geweest dat ik, uh, dat ik veel wiskunde heb uh, geleerd. Want ik heb er wel heel veel moeten doen. En um, mm. ja, het, ik, ik denk dat je niet te snel uh, keuzes moet maken. Ik denk dat het, het Nederlands systeem is wel, vond ik altijd heel mooi. Dat je tot, tot op leeft leeftijd heel veel verschillende dingen leerde. En als je te snel kiest, dan sluit je ook te snel deuren. En ik ben heel slecht in het sluiten van deuren. Ik wil alle mogelijkheden open houden. Alle bruggen nog steeds kunnen overgaan. Maar het kan natuurlijk niet, want soms ga je gewoon verder en dan sluit je dingen af. Maar ik. Uh, ik hoop dat jij de volgende minister van uh, onderwijs wordt. En dan kun jij dat allemaal zelf gaan regelen. Ja. Dat is zo mooi. Dankjewel, uh, Rowan. Dan, uh, <laughs> dan gaan we de podcast uh, afsluiten. Um, als jij uh, zoiets hebt van uh, ik vind dit echt een uh, toffe podcast, uh, zorg dan dat je geabonneerd bent. Elke week uh, wordt er een nieuwe video geüpload en druk ook op uh, de like knop en delen met je netwerk. En uh, vertel je je dierbare zonder het op te leggen, want uh, dat, dat doe ik ook wel eens. Je, je, je moet deze podcast even luisteren, maar, ja, maar nee. mag ik je een tip geven? Uh, dit is echt een hele waardevolle podcast. Ik ben geïnspireerd geraakt, uh, uh, uh. Kijken of jij hem ook interessant vindt en hem hmm. luistert meer. als je dat aan je netwerk, uh, stuur hem door naar jouw netwerk met, uh, met die tip. En um, 11 oktober hebben we een vastgoedcongres. Daar ben ik al. Ja, daar ben jij ook. Dus, dus die wordt heel interessant. Uh, heel veel ja, specialisten die we dus uh, uitnodigen. Ik verwacht dat we met uh, iets van duizend man zijn. De vorige keer waren we met uh, 400 ja. uh, man. Hmm. Um, check de website www.vastgoedcongres2023.nl en uh, waar zou jij mee willen afsluiten? Nou ja, ik uh, mag ik nog even een beetje reclame maken voor Belang van Nederland. Ja. Nou, Oké, okay, Belang van Nederland is een, uh, een, een partij, klassiek liberaal, cultureel conservatief, economisch rechts. Economisch de enige rechtse partij in, uh, in de Kamer. Uh, zonder twijfel. Als je ons wilt steunen, word dan lid. Ga naar www.bvnl.nl. Word lid, kost 25 euro per jaar. Het lijkt heel weinig, maar je steunt ons enorm ermee. Dus doe dat alsjeblieft. Super. Wilhelm, bedankt voor jouw tijd. En dan gaan ja, we lekker vliegen zo. Absoluut. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende podcast.